steeds meer Nederlanders besmet met nieuwe varianten. Britse variant coronavirus nog besmettelijker. Het aantal besmettingen moet nu omlaag. Het virus past zich aan, maar wij ook. Door nu een stap terug te doen, kunnen we straks stappen vooruit. Door de komende weken nog meer thuis te blijven. En nog minder bij elkaar op bezoek te gaan. En thuis te werken. Door binnen te blijven, houden we corona buiten. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ja, het is maandag hoor, 15 februari. Het hem gevonden. Ekdom in de morgen. Don't ever leave again. Of zoiets. Nou ja. In ieder geval, het ANP-nieuws van 7 uur met Eve. Het is weer code rood. Alweer. Vanwege ijzel geldt voor bijna het hele land code rood. Alleen voor Zuid-Holland en Zeeland heeft het KNMI code geel afgegeven. Daar valt het mee met de gladheid. De problemen zijn het grootst op de lokale wegen, merkte deze man vanmorgen vroeg al. Van de kleine straatjes, dat was wel erg glad. Ik glijd bijna eronder. Ja. Ja. De snelweg valt er wel mee. Het is wel goed te doen, ja. Het kan tot in de middag duren voor de ergste gladheid voorbij is. Staatsbosbeheer vervuilt de eigen natuurgebieden met plastic afval. Volgens onderzoeksprogramma Pointer gaat het om vervuild bouwpuin dat gebruikt is om wandelpaden te verharden. Deze natuurliefhebber vindt het van de gekke dat je stukken PVC-buis, elektriciteitsdraden en pluggen zo van de grond kan rapen. We doen allemaal ons best om de natuur een beetje schoon te houden. En dan gaat Staatsbosbeheer dat soort dingen in het bos storten. Staatsbosbeheer zegt dat ze strenger gaan letten op het gebruik van bouwpuin. Adoptieouders zijn een petitie gestart om het stilleggen van adopties terug te draaien. Eerder deze maand werd het adopteren van kinderen uit het buitenland stopgezet, omdat er in de afgelopen decennia van alles mis was. De initiatiefnemers vinden dat adopties die aantoonbaar goed verlopen gewoon door moeten gaan. En in Amsterdam-West is een man doodgeschoten, een ander raakte gewond en die ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis. Hij is aangehouden, net als iemand anders nog, maar de politie is op zoek naar de schutter. De mannen zouden ruzie met elkaar hebben gehad. Het radioteam weer van weer.nl. Het kan lokaal verraderlijk glad worden door ijzel. Vanmiddag stopt het met regenen en de temperatuur stijgt tot tussen de 4 en 8 graden. De rest van de week is het wisselvallig. Kijk voor meer weer op weer.nl. Dankjewel. File. Nou, maar dat valt even de partij mee. Gelukkig. Heel fijn. Ook hier zie je. Op de A15 staat hier Ridderkerk Oostvoorne bij de havens. 5 minuten vertraging. Nou, hier. Child can do the laundry. Dankjewel. Gerard Ekdom.